vanavond gesproken over de staat van het Almeerse onderwijs. Een onderwerp dat geagendeerd is door PVV en D66. Het is daarbij onder meer gegaan over het lerarentekort en de mogelijke toelatingsstop bij het speciaal onderwijs. De bespreking vanavond was uitgebreid en we gaan daarom volgende week verder met het onderwerp. Al in 2010 werd gezegd en voorspeld dat wij nu een lerarentekort zouden hebben. Sindsdien zijn de vermogens gestoken in het onderwijs, zowel vanuit Den Haag als vanuit de gemeente Almere. En wat hebben we nu? Kennelijk slecht onderwijs en een lerarentekort. Wat is het probleem? Ja, natuurlijk de schoolbesturen, niet de leraren. Nee, de schoolbesturen, die hebben gewoon hun werk niet gedaan. En daar heeft de wethouder wat mij betreft een missie. Voor D66 is het Almeerse onderwijs topprioriteit nummer 1. En daarom vinden we het zo belangrijk dat we er vanavond over gesproken hebben, want het ging over de kwaliteit. Want er zijn zorgen en we zijn ongerust. Daar hebben we met de portefeuillehouder over gesproken. Een goed punt is dat de portefeuillehouder, de wethouder moet ik eigenlijk zeggen, zegt ja, ik ben ook ongerust en ik maak ook zorgen. Daar ben ik blij om. Ze geeft ook aan en ze erkent dat er beter geïnformeerd had moeten worden. Bijvoorbeeld over dat rapport, dat inspectierapport waar we het met z'n allen over gehad hebben. En wat ging over het Almeerse onderwijs. Dus dat is heel goed. Maar we zijn er nog niet. De bespreking wordt voortgezet en volgende week meer. Zwakke scholen in Almere, dat is een belangrijk punt. En dat betekent dat we dan gewoon ook aantal acties nodig hebben. De SP staat voor om in eerste instantie woningbouw toestandig aan te moedigen. Dat de leraren hier makkelijk kunnen komen wonen, zodat we de leraren kunnen aantrekken. En het tweede punt waar we dan voor staan is dat wij die directies kunnen helpen. Zodat ze dan gewoon ook sterk in de schoenen staan en dan ook scholen sterker kunnen bijsturen. Er is de afgelopen jaren heel veel geld naar het onderwijs gegaan om met de inzet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het blijkt dus gewoon dat dit niet het juiste resultaat oplevert. En ik vind dan vanuit Leefbaar Almere ook dat wij nu gewoon moeten stoppen om geld naar de scholen te brengen. A, moeten scholen het zelf oplossen. En mijn vraag aan de wethouder is, wethouder, wat gaat u hier nu aan doen? Zonder meteen met de portemonnee klaar te staan. We betreuren de gebrekkige informatie die vanuit de wethouders gekomen rond de kwaliteit van het onderwijs. Zeker omtrent het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs. De zwakke scholen zijn weer toegenomen. En we benadrukken gewoon bij de wethouder dat er gewoon plannen moeten gaan komen om dit te verbeteren. De PVV maakt zich enorme zorgen over het onderwijs in Almere. Het gaat gewoon niet goed met het onderwijs. We hebben te maken met een enorm tekort aan leerkrachten. 92 in het komende schooljaar. We hebben te maken met een enorme toename van het aantal zwakke scholen. En we hebben een wethouder die ons nergens over informeert. Dat kan niet, dus wij gaan de wethouder flink aan de tand voelen. Dat kinderen steeds vaker te maken krijgen met geen onderwijzer voor de klas of wisselende gezichten. Dat ouders niet hun kinderen in kunnen schrijven bij speciaal onderwijs. Dat is echt onacceptabel. De gemeente Almere moet staan voor de kinderen in Almere en doen wat nodig is nu.